Goedemiddag. Een bekende YouTuber heeft namen en foto's van enkele reuzengommers bekendgemaakt, omdat hij vindt dat ze amper gestraft zijn. Door het lerarentekort schrappen verschillende middelbare scholen examens voor sommige vakken. En in het voetbal wint Sevilla de Europa League. Het versloeg AS Roma na strafschoppen. YouTube heeft het kanaal van de populaire Vlaamse YouTuber Acid geschorst. Gisteren publiceerde hij de namen en foto's van enkele leden van studentenclub Reuzegom. Hij vindt dat ze niet genoeg gestraft zijn voor de dood van medestudent Sandadia. Voor hun aandeel in die feiten gaf de rechter hen vorige vrijdag werkstraffen en boetes tot €400. Al meteen was er ongenoegen bij mensen dat de straf veel te mild zou zijn. En die woede is sindsdien alleen maar toegenomen. De publieke verontwaardiging over de uitspraak in de zaak Sandadia is nog niet gaan liggen. Nogal wat mensen vinden de straf voor de veroordeelde reuzengommers te laag. Ook Acid, een van de meest gevolgde Vlaamse influencers, die video's plaatst op YouTube. Ik ga 5 mensen uit Reuzegom kiezen. Een beetje info over hen, ga je verhaaltjes vertellen over hen. Vertellen hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn. En hoe het gaat in hun leven, man. Wat €400 en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen. Deze reuzengommers, zij kunnen er op de een of andere manier vanaf komen. Zonder gepubliceerd te worden door de media. Niemand post en gezegd. VRT had iets gezegd in de trend van het hoeft niet meer. Het is niet meer relevant. Onze journalisten vinden het niet nodig. Jullie zijn pussies. Jullie zijn echt gewoon bang van hun ouders. En dat ben ik niet. Dus let's go. Het is niet de eerste keer dat de namen en foto's van de reuzengommers circuleren op het internet. Maar Acid noemt ook reuzengommers die niet werden vervolgd voor de dood van Sandadia. En hij heeft meer dan 500.000 volgers. De advocaten van de reuzengommers reageren misnoegd. Wij vinden van een proces dat we niet kennen, dat we enkel kennen vanuit de media, dat we niet geproefd en gevoeld hebben, dat daar een onrechtvaardigheid is gebeurd en we gaan nog een stap verder. We schreven dat uit, daar heb ik geen probleem mee, maar we gaan er zelf voor zorgen dat we eigenlijk zelf rechters spelen en we gaan op die manier eigenlijk die namen bekendmaken en we gaan ervoor zorgen dat die mensen eigenlijk achtervolgd worden voor de rest van hun dagen. En dat dan is strafbaar ook, zegt u? God, dat is één, strafbaar, maar dan moet het Openbaar Ministerie doen. We zullen zelf wel zien of we iets moeten ondernemen. Maar twee, dat is opnieuw de vraag. Is dat de maatschappij waar dat de burger in wilt leven, namelijk? De video van Acid werd in geen tijd honderdduizenden keren bekeken. YouTube verwijderde het filmpje omdat het hun beleid schendt rond intimidatie. En Acid kan ook een tijdje geen nieuwe video's meer plaatsen. Maar intussen circuleert het reuzegom-filmpje wel weer via andere kanalen. Nou, we hebben het er nog even over met Fatma Taspinor van onze justitieredactie. Fatma, het is bijna een volkswoede, hè? Die is losgebarsten. Ik vergelijk het een beetje met Dutroux destijds. Hè. Ze moeten hangen nu, liefst aan de publieke schandpaal. Is het gevoel van de mensen terecht? Zijn die straffen te mild? Het is natuurlijk niet aan ons om daarover te oordelen, hè, of die straffen te mild zijn. Ik denk dat het daar ook niet zozeer over gaat bij die volkswoede, of die straffen nu al dan niet te mild zijn. Je zou eenzelfde reactie kunnen zien, denk ik, als er straffen waren uitgesproken, gevangenisstraffen met uitstel. Ik denk dat het eerder gaat om een gevoel. Eerst en vooral, hè, veel mensen voelen zich heel betrokken bij het lot van Sandadia, wat die jongen heeft moeten meemaken. En ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat deze uitspraak onrechtvaardig is. Is dat dat niet herstelt voor het leed dat geleden is. Er is zo'n psychologisch fenomeen voor een groot gevolg, de dood van een jonge man. Wil je ook een grote oorzaak? Je wil dus dat de rechter gaat aanduiden dat die mensen verantwoordelijk zijn. En dat gevoel hebben mensen klaarblijkelijk niet. Er speelt ook iets anders mee. Heel veel mensen hebben het gevoel dat het hier gaat om wat zij noemen rijke luiskinderen en dat zij beschermd worden door die rechters. En dan noemen zij dat klassejustitie. En klassejustitie is iets waarvoor mensen, waardoor zij een samenhorigheidsgevoel krijgen. Daar willen zij tegen ten strijde trekken. Als je gaat kijken, Annelies, heel veel bekende acteurs, politici, zangers moeien zich hier zelfs mee, spreken zich hierover uit. Dus ja, dat maakt die volkswoede of die ophef of die verontwaardiging toch altijd maar groter. Ik denk, je moet dat gevoel erkennen, hè, dat er blijkbaar vredevolle protesten zijn van mensen die dit allemaal onrechtvaardig vinden, die de straf te mild vinden. Alleen moet je natuurlijk afvragen, hè, zoals Acid nu bepaalde namen gaat noemen, of je dan niet heel gevaarlijke dingen in gang zet, dat je eigenlijk na een oordeel van een rechter nog
om een eigen bestraffing gaat. Ja, zoals in de middeleeuwen. Ja. En wat die jongen doet, die YouTuber, hij noemt 4 namen van reuzengommers. 2 die veroordeeld zijn, maar ook 2 mensen die helemaal niks met die zaak te maken hebben. Doet hij iets strafbaars? Ja, volgens verschillende experten toch zeker wel. Voor alle duidelijkheid, er is op dit moment nog geen klacht ingediend tegen ACID. Hij heeft trouwens zijn video opnieuw al online gepost, nadat hij offline was gehaald. Enerzijds heb je die 2 namen die genoemd worden van 2 mensen die vroeger bij Reuzegom zaten, maar die op geen enkele manier betrokken waren bij de rechtszaak. Zij worden nu genoemd in een context van veroordeelde Reuzegommers. Dat zou je kunnen omschrijven als laster en eeroof. En daar staan straffen op tot 6 maanden cel. Anderzijds heb je die 2 Reuzegommers waarvan mensen misschien zouden denken dat het is toch minder erg als je hun namen gaat noemen, want zij zijn toch veroordeeld. Maar wat je dan krijgt is dat natuurlijk je iets in gang zet. Je zet mensen aan om hen te gaan opzoeken. En je ziet dat nu al. ACID heeft een enorm bereik, dat weet hij zelf ook wel. En het wordt duizenden keren gedeeld. Je ziet nu bijvoorbeeld bij restaurantzaak van een van die Reuzegommers, bij de ouders, dat er allerlei reviews met scheldtirades worden geschreven. Een van de advocaten liet me net weten dat hij een telefoontje kreeg, zo pas, dat iemand het nazi-lied zong, dat hij dreigementen krijgt via sms, dat die toch wel veel te licht is, die straffen. Dus ja, je krijgt een soort van middeleeuwse schandpaal. En dan moet je je toch wel afvragen als je mensen met naam en toenaam op die manier gaat exposen, zoals het dan heet, in welke soort maatschappij zitten we dan? En ja... Zitten we dan niet eigenlijk terug met die middeleeuwse schandpaal? Ja, en dan toch nog, Fatma, zodra een beschuldigde veroordeeld is, mogen ook wij, de traditionele media, die mensen wel met naam en toenaam noemen en tonen. Wij hebben als VRT Nieuws er nu voor gekozen om dit niet te doen. Waarom niet? Ja, dat is inderdaad een opvallende beslissing, maar voor alle duidelijkheid, alle nieuwsmedia hebben diezelfde beslissing genomen, omdat er een regel is dat als iemand snel weer terugkeert in de maatschappij na werkstraffen, zoals in het geval van die Reuzegommers, dat je eigenlijk als journalist die terugkeer niet mag bemoeilijken. Maar laten we eens luisteren naar onze hoofdredacteur van VRT Nieuws, Dimitri Verbrugge. De code van de Raad voor de Journalistiek is hier in onze leidraad en die vraagt terughoudendheid, extra voorzichtigheid bij het bekendmaken van verdachte of veroordeelde. Nu, deze zaak is maatschappelijk zeer relevant. Het gaat om zwaarwichtige feiten. Er is een jonge man gestorven. Dat is vooral heel erg, heel triest. Maar het Hof heeft geoordeeld dat de Reuzegomleden die dood niet wilden, dat ze dit niet opzettelijk deden en dat er sprake is van schuldinzicht. En in die omstandigheden vinden wij het als VRT Nieuws niet nodig om hun identiteit kenbaar te maken. Maar we beseffen dat heel veel mensen dat eigenlijk willen, daarom vragen. Maar we denken dat we als VRT Nieuws, als mediaspeler, ook een rol te spelen hebben in het bewaren van de sereniteit in gevoelige emotionele dossiers zoals deze. Olivier van de Kastelen, die meer dan een jaar in Iran in de cel zat, heeft voor het eerst gereageerd op zijn terugkeer naar ons land. Hij zegt dat het goed met hem gaat en dat hij diep ontroerd is door alle steun. Van de Kastelen, die werkte als humanitair hulpverlener, zat onterecht vast in Iran. De regering kreeg hem eind vorige week vrij door hem te ruilen voor een veroordeelde Iraanse terrorist, een man die bij ons in de gevangenis zat. Een terrorist vrij en het parlement, dat niet op de hoogte was, dat maakt de hele operatie omstreden. Maar daar spreekt Van de Kastelen zich enkel in bedekte termen over uit. Na 15 maanden onterechte opsluiting kom ik stilaan terug in contact met een andere realiteit, namelijk die van een mooie week in ons geliefd democratisch België. Het contrast is groot. Uw steun in combinatie met de vele inspanningen van de regering en hun teams hebben het verschil gemaakt. Laten we de strijd voor de vrijlating van andere onschuldige gijzelaars overal ter wereld voortzetten en actief steun verlenen aan projecten die de waarde van menselijkheid, solidariteit en hoop promoten. Deze wereld, die soms vreselijk cynisch is, heeft dit hard nodig. Straks in Villa Politica is er aandacht voor de omstreden ruil met onder meer een reactie van Peter de Rover van N-VA en Jasper Pille van Open VLD. De uitzending van Villa Politica start om 3:15 op dit net. Het lerarentekort laat zich niet alleen voelen in gemiste lessen. Er worden nu zelfs ook examens geschrapt.
Over hoeveel scholen het gaat, weten de koepels en het kabinet niet exact. En het gaat ook niet over massaal veel scholen, maar het gebeurt dus wel. Ook in de technische middelbare school WeTech Academy in Sint-Niklaas. En terug eens testen. Voor lassen. Zie je? Ja. Best verschil. Hier in de middelbare school WeTech in Sint-Niklaas zullen de leerlingen deze maand minder examens hebben dan gepland. Sommige leerlingen in eerste graad en tweede graad hebben niet van alle vakken examen. Het gaat over vooral Engels en Nederlands, door natuurlijk leerkrachtentekort. Examens zijn niet voor elk vak een noodzaak, maar het schrappen vindt de directeur ook geen goed idee. We hebben leerlingen die verder studeren. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat die een heel groot pakket kunnen beheersen om dan toch nog verder te studeren. Maar we hebben ook leerlingen die een stil leren. Dat is vooral praktijkgerichte richtingen. En die moeten natuurlijk een praktische proef onder controle krijgen. Die examen, dan kun je zelf testen of ben je goed in deze vak of niet. En gaat het lukken voor volgend jaar of niet? Exacte cijfers over hoeveel scholen het gaat, hebben de onderwijskoepels en het kabinet niet. Toch komen er bij het katholiek onderwijs alsmaar meer berichten in die richting. Ze hebben begrip voor de beslissing van de scholen. Het feit dat er een leraar voor de klas staat die de stof kan geven, ja, dat is de noodzakelijke voorwaarde voor wie weet welke evaluatie. Vandaar ook onze dringende oproep om dat lerarentekort nu eens en voor goed structureel aan te pakken. Sommige scholen schaffen de examens dus volledig af. Anderen zoeken naar creatieve oplossingen. Voor de komende examens zal ik een ingekort examen krijgen voor Nederlands, omdat in het begin van het jaar mijn leerkracht er niet was. En het heel lang heeft geduurd om een vervangleerkracht te vinden. Dus we hebben niet alle leerstof kunnen bekijken. De meeste scholen proberen dat natuurlijk te voorkomen door bijvoorbeeld gedeelte van de leerstof die wel gezien zijn daar toch een examen voor te organiseren of bijvoorbeeld een vaardigheidstoets te organiseren zodanig dat men goed kan inschatten waar leerlingen dan volgend jaar verder mee kunnen gaan. Welzijnszorg, de grootste organisatie tegen armoede in Vlaanderen, heeft haar jaarlijkse armoedeprijs uitgereikt. En die is voor Buurtwerk Lampeke uit Leuven. De vereniging krijgt 20.000 euro en een trofee. Dit jaar had Welzijnszorg vooral aandacht voor initiatieven die de ongelijke onderwijskansen aanpakken voor kinderen in armoede. Lampeke doet dat onder meer met een huiswerkklas waarvoor ze samenwerken met twee scholen uit de buurt. Wanneer heb je je leesmap gedaan? Ik heb al niet gedaan. Nu? Wanneer? In de bus. Smoesjes en lieve snoetjes helpen niet. Huiswerk maken, hier moet het. Jij. Jou. Goed zo. Huiswerk vinden ze belangrijk bij de kinderwerking van Buurtwerk Lampeke. Het helpt tegen onderwijsachterstand bij kinderen uit arme, laagopgeleide of anderstalige gezinnen. Ook ouders kunnen taalles krijgen en hulp bij het huiswerk. Soms ook een beetje moeilijk voor mij. Is Laura helpen als iets niet juist, maar als Laura helpen voor kinderen. En ook alles is zelf is andere kinderen zien, dan moet je huiswerken doen. En bij de oudere kinderen zit tussen het huiswerk door ook andere begeleiding. Bijvoorbeeld bij het surfen op het internet. Je kan zomaar met een andere man die ouder is dan jou praten of zo in contact geraken. Dus dat is niet zo goed. Het is niet puur alleen dat huiswerk. Dat huiswerk is ook ingebed in een groter geheel. We hebben ook allerlei projecten, van percussie tot circus, tot Link in de Kabel komt hier ook om digitale vaardigheden te oefenen. Goed zo, goed zo. Niet elk kind heeft een fiets, maar je kunt het hier alvast leren. En ze bieden gratis sport en spel voor alle buurtkinderen. Zowel 's avonds als in de speeltijd overdag in twee buurtscholen. Het gaat opvallend vriendelijk en rustig. Dat helpt om de spanning weg te werken die leeft in veel arme gezinnen. Is er geld om de koelkast te vullen, om de huur te betalen? Arme ouders leven vaak constant op de toppen van hun tenen. Ouders hoeven dat zelfs niet te zeggen tegen hun kinderen. Kinderen voelen die spanning, die angst ook, van waar gaan wij morgen slapen? Als zo'n kind morgens naar school gaat, dan kun je je wel voorstellen dat zo'n kind ook onder een enorme stress zit. En dan wordt er verwacht dat hij braaf op de schoolbank zit en heel goed meevolgt met rekenen en taal. Ze helpen jou supergoed en zo. Maar ook spelen met jouw vriendinnen is superleuk. En er zijn ook hier, zoals zij zei, superveel activiteiten die je kan doen. En dat is gewoon superleuk.
Er komt dit najaar tijdens de herfstvakantie opnieuw een grote boekenbeurs waar alle spelers uit de Vlaamse boekenwereld aan deelnemen. Boektopia. De eerste editie gaat door in Kortrijk, waar vorig jaar ook al een boekevenement plaatsvond. De boekenbeurs werd decennia lang georganiseerd in Antwerpen. Tot 2019, toen werd de organisatie stopgezet vanwege financiële kwesties. Voor de nieuwe boekenbeurs komt de Vlaamse overheid over de brug met een subsidie van €750.000. De boekenbeurs in Kortrijk in die herfstvakantie, dat zal één zaak zijn, maar het zal een totaalbeleving zijn in heel Vlaanderen. Alle boekhandels doen mee, de literaire huizen doen mee, in Schouwburgen zal er programmatie zijn, dus het boek zal echt centraal staan. Ook nieuw is een subsidie. Die subsidie gaat niet specifiek naar het organiseren van die boekenbeurs, maar wel naar de totaalbeleving. Waarom doen we dat? Ja, ik denk dat het voor de hand liggend is. We zijn recent nog geconfronteerd met de cijfers, sterk dalende cijfers van lezen in Vlaanderen. Dat is wat mij betreft dramatisch. Dus we moeten daar echt kop en schouder onder zetten om die curve te keren. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev schuilen in de metro voor het zoveelste luchtalarm. Vorige nacht zijn 3 doden gevallen bij nachtelijke Russische bombardementen. Ook een meisje van 11 is dood. Een Russische raket kwam neer pal naast een appartementsgebouw en een kinderziekenhuis. Op dag 463 sinds het begin van de oorlog, terwijl nu het luchtalarm weer klinkt. Het is 10:13 s'morgens. Vannacht om 2:51 weer klonk hetzelfde luchtalarm. Onder een plastic zeil ligt het lichaam van een 11-jarig meisje. Een eind verderop brengen hulpverleners haar grootmoeder naar een ziekenauto. In één klap verloor ze haar dochter en kleindochter. Ze waren naar een schuilkelder gerend, tevergeefs. Ze bieden hier schoten, maar hier was het, na жаль, закрыт. Тут саме велике бомбосховище. Ми стояли всі біля входу. Тут поліклініка і дитячий садочок. І прямо між ними воно упало. Haar naam was Victoria. Ze was 11 jaar oud. En samen met haar mama en nog een vrouw zijn zij de 3 dodelijke slachtoffers van het 18e bombardement deze maand in Kiev op de kinderkliniek die u nu achter mij ziet. Op één keer na gebeurden de aanvallen telkens 's nachts. Дуже швидко все відбувалося. На протязі, мабуть, 15 хвилин сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, мабуть, отої з тієї вирви, і поруч світлий стовп. Ну, це настільки я могла побачити в тому ще сутінковому небі. Over de Russische grens in de regio Belgorod zouden 2 mensen gewond zijn geraakt bij wat de overheid een Oekraïense luchtaanval noemt. De authenticiteit van dit beeld staat niet vast. In Chișinău in Moldavië vindt de 2e top van de Europese politieke gemeenschap plaats. Dat zijn alle Europese landen, ook de niet-EU-leden, behalve Rusland en Wit-Rusland. Er zijn 45 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig. De Europese politieke gemeenschap werd vorig jaar opgericht na de Russische inval in Oekraïne om alle landen van het continent samen te brengen. Er worden daar geen beslissingen genomen, maar er staan gesprekken op de agenda over heel wat thema's, zoals energie en veiligheid. En er is veel ruimte voor bilaterale contacten tussen leiders in kleine groepen. Ook premier De Croo heeft verschillende afspraken. Bilaterale zijn heel breed, gaande van bilaterale met Roemenië over samenwerking op het gebied van semiconductoren rond IMEC, waar wij top in de wereld zijn. Samen een discussie met IJsland over energie en bijvoorbeeld potentieel van geothermie, waar we in Wallonië wel wat potentieel hebben. Tot discussie met Kosovo over de recente ontwikkelingen die er in het noorden van Kosovo geweest zijn. Dus het is heel breed, maar heel vaak komt het wel terug naar thema's die te maken hebben met onze dagelijkse bezorgdheden, namelijk veiligheid, toegang tot energie enzovoort. 150 klassieke schepen liggen aangemeerd in Oostende. Mensen kunnen ze bezoeken of zelfs even meevaren. Dat is voor straks. Tess, we beginnen sport met de Europa League, want die
is ten einde. Ja, inderdaad. Gisteren is de finale gespeeld en het was opnieuw prijs voor Sevilla. Het klopte AS Roma na strafschoppen. Sevilla wint zowel voor de 7e keer de Europa League. De Spaanse club is zo'n beetje de Europa League specialist. Sevilla verloor nog nooit een Europa League finale en de 7e eindwinst is ook een record. De finale werd trouwens gespeeld in de Puskas Arena in Budapest, Hongarije. De fans die kregen er waar voor hun geld, want de match draaide uit op verlengingen en uiteindelijk dus penalties. Hoewel echt hoogstaand was de match tussen Sevilla en het AS Roma van trainer José Mourinho niet. Het drama dat kwam er vooral na afluiten. José Mourinho verliest voor het eerst in zijn carrière een finale. Geen trofee dus, wel een medaille. En kijk wat hij daarmee doet. Toch één iemand gelukkig langs Roma-kant. Io ho detto, o coppa o morti. Siamo morti. Zoals zo vaak in een finale telt alleen het resultaat. De match ontploft na een half uur. En daar is Dybala. Dybala scoort! Dolle vreugde bij Roma. De heerlijke assist is van Mancini. De afwerking mag er ook wel zijn. Het antwoord komt van Rakitic. Tegen de paal! Zo gaan de Romeinen met een voorsprong de rust in. Maar in de tweede helft blijft Sevilla zoeken naar de gelijkmaker. Een goal lijkt me van Mancini. Dat is het inderdaad. Een ongelukkig balcontact en zo is het 1-1. Mourinho roept op om kalm te blijven. Maar echt zen is hij zelf ook niet. Hij ergert zich mateloos aan verschillende beslissingen van de scheidsrechter. Hier bijvoorbeeld wil hij een strafschop. U hebt het begrepen, veel gedoe, weinig echte kansen. Nog steeds 1-1 na verlengingen en dus krijgen we strafschoppen. Sevilla komt als eerste aan de beurt. Ocampos zonder kijken. Roma meteen onder druk. En zij missen twee keer. Montiel kan het afmaken. Waar komt hij? Montiel? Nee, hij mist. Maar hij krijgt een herkansing van de scheidsrechter omdat de doelman te snel van zijn lijn kwam. En nu scoort hij wel. Sevilla wint de Europa League. De ontgoocheling en de frustratie bij de Italianen is groot. José Mourinho sluit af met een woordje voor de scheidsrechters. It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man. Vintage Mourinho. De nieuwe voetbalwet die is goedgekeurd door de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Die wet voorziet in een absolute nultolerantie voor overtredingen zoals racisme en discriminatie. Voor het eerst staat daar nu een minimumstraf van 30 maanden stadionverbod en een boete van 1500 euro op. Ook het illegaal gebruik van pyrotechnisch materiaal zoals vuurwerk en het gebruik van fysiek geweld zullen strenger bestraft worden. De duur van een stadionverbod kan oplopen tot 10 jaar, nu is dat 5 jaar. En rode duivel Yuri Tielemans vertrekt bij zijn club Leicester City. Dat heeft hij laten weten met een video op sociale media. Tielemans speelde 4 seizoenen en een half bij de ploeg in de Premier League. Maar nu degradeert Leicester en het contract van Tielemans loopt af. Waar hij volgend jaar gaat spelen, dat weten we nog niet. Op Roland Garros hebben Carlos Alcaraz en Novak Djokovic, toch twee van de favorieten bij de mannen, zich vlot geplaatst voor de volgende ronde. De jonge Alcaraz, nummer 1 van de wereld, liet wel een set liggen tegen de nummer 112. Djokovic die had maar 3 sets nodig. Als ze allebei blijven winnen, dan komen ze elkaar tegen in de halve finales. De 36-jarige Novak Djokovic jaagt in Parijs op zijn 23e Grand Slam-titel. In de tweede ronde moet hij afrekenen met de Hongaar Marton Vukcevic, nummer 83 van de wereld. De eerste set duurt 1,5 uur. Vukcevic dwingt een tiebreak af, maar op de beslissende momenten is Djokovic net iets beter. Daarna gaat het een stuk vlotter voor de tweevoudige winnaar van Roland Garros. Djokovic komt niet meer in de problemen en laat mooie dingen zien. Hij rekent in 3 sets af met Vukcevic en stoot door naar de derde ronde. Le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Nummer 1 van de wereld, maar ook de Spanjaard heeft het bij momenten moeilijk. Hij neemt het op tegen de 30-jarige Japanner Taro Daniel en die laat hem zweten.
Alcaraz verliest de tweede set. Daarna neemt Alcaraz het commando over, al blijft Daniel er ook voor gaan. Het levert enkele schitterende punten op. Geniet even mee. Na bijna 2,5 uur spelen trekt Alcaraz de overwinning over de streep. En zo staat ook de grote topfavoriet in de derde ronde. Ja, dat was het voor nu, maar het is namiddag de België in actie op het WK Basketbal 3-3 om 2 uur al live te volgen hier bij ons op 1. Dankjewel, Tess. Ik ben een amateurfotograaf, dus ik vraag heel graag boten. Zeker deze schepen, dat is prachtig hier, hè, die schepen allemaal. Ja. Ik ben liefhebber. Oostende voor anker. Daar moeten liefhebbers van klassieke schepen de komende dagen zijn. Oostende voor anker is het grootste maritieme festival aan de Noordzee. Met 150 schepen, grote en kleine. En dit jaar staan Venetiaanse gondels in de kijker. Well, Venetian people traditionally start building gondolas since the 11th century. And it evolved century after century, and then we have now the last state-of-the-art of gondolas. In die rijke traditie uit Venetië is dit jaar de blikvanger tijdens Oostende voor anker. We kennen de gondels vooral van de toeristische rondvaarten, maar ze werden vroeger ook gebruikt voor vrachtvervoer. I believe this is part of the immaterial capital of culture, cultural capital that we cannot touch, but we need to keep. I mean, we need to maintain. Even for future generation, because it gives meaning to what we can see nowadays. Wie niet snel zeeziek wordt, kan even meevaren op een van de grote driemasters, zoals deze Atlantis uit 1905. Voor wie liever aan wal blijft, ligt er een bonte verzameling klassieke schepen in het Mercatordok. Alles samen 150. De schepen en schippers komen uit heel Europa. Ik moet rekening houden, als ik gedaan heb met Oostende voor anker, dan begin ik opnieuw. Dat is ongeveer een jaar werk. Schippers en reders hebben één groot probleem. Begin niet met mailing en WhatsApp en al van die dingen. Je moet elkaar echt ontmoeten. Liefst in een bruine kroeg, met een borrel, en dan gaat dat allemaal veel vlotter. Bootjes kijken kan nog tot en met zondag. De organisatoren verwachten 200.000 bezoekers. Dat is geschiedenis. Hè? En dat is, elke boot heeft zijn eigen leven. Het is prachtig om naar te kijken en die verhalen te horen. Ik kan ervan wegdromen. Altijd. Altijd. We begonnen dit journaal met de publieke verontwaardiging rond de strafmaat in de zaak Sanda Dia. Nu heeft YouTuber Acid namen en foto's bekendgemaakt van enkele reuzegomleden. Bedankt voor het kijken. Tot vanavond. Deze reuzegommers kunnen er op de een of andere manier van afkomen zonder gepubliceerd te worden door de media. Niemand post en gezegd. Dat is één strafbaar, maar dan moet het Openbaar Ministerie doen. We zullen zelf wel zien of we iets moeten ondernemen. Jullie zijn pussies. Jullie zijn echt gewoon bang van hun ouders. En dat ben ik niet, dus let's go. Of je dan niet heel gevaarlijke dingen in gang zet, dat je eigenlijk na een oordeel van een rechter nog om een eigen bestraffing gaat. Dat is opnieuw de vraag. Is dat de maatschappij waar dat de burger in wilt leven? SOS of gewoon een vraag? VRT Nieuws helpt je op weg met jouw belastingaangifte. Ontdek er alles over in de app van VRT Nieuws.